schilderij. Die heb ik gemaakt. Dus zeker 30 jaar Avoma spulletjes. Daar ben ik best wel trots op. Diana werkt al 28 jaar achter de kassa bij de FOMAR. Al die jaren heeft ze spulletjes gespaard van haar favoriete supermarkt. En ja, dan kan er maar één ding van komen. Goedemiddag, ik ben Diana en ik heb een FOMAR museum. Omdat de FOMAR dit jaar 50 jaar bestaat. Een museum met zoveel spulletjes staat er natuurlijk niet in één dag. Diana is al tijden bezig met de voorbereiding. En hier vind ik mijn verzamelingen die ik door de jaren heen gemaakt heb of bij elkaar verzameld heb. Ik denk al, nou zeker een jaar dat ik aan mee bezig ben. Maar vanaf januari begonnen met inplannen. Of eerst leeghalen het kamertje. Ja. En dan plank voor plank opbouwen en overal dingen gaan zoeken. Wat zijn de reacties die je krijgt? Oh, allemaal leuk en herkenning, hè? Want sommigen werken er net als ik meer dan 25 jaar. En, oh, dit heb ik ook meegemaakt en dit heb ik meegemaakt. Dit is een van de eerste acties. Allemaal FOMA-artikelen, hier, een klein FOMA-wagentje bijvoorbeeld. Nieuwsgierig geworden? Diana's museum is op afspraak te bezichtigen. Ja, is goed. Geweldig.